Oké, ja, ik ben op uitnodiging en ik vond het heel erg leuk om in ieder geval voor jullie het verhaal te vertellen waar wij al een tijdje mee bezig zijn. Het is een missie uit ons vakgebied. Ik ben zelf architect en ik werk bij BRO, adviesbureau voor de ruimtelijke ordening, hè, advies- en ontwerpbureau. En wij zijn in onze dagelijkse praktijk zijn we toch wel tegen wat problemen aangelopen. Vandaar dit verhaal voor ook jullie. Kijk aan, lekker. Merci. Die dynamische delta. Wij zijn begonnen met een ontwerp op beleid, op landschap. Er werd net al even nagevraagd. En dan krijgen wij vaak van die postzegelplannetjes. Die mogen we dan gaan inkleuren. En dan lopen we vaak tegen een probleem aan. De techniek bepaalt, het geld wordt bepaald. En dan mogen we soms nog ergens een boom neerzetten of een bankje neerzetten. En dat is dan het vak van de architect. En ik had dan niet het gevoel van dat wij daar als adviesbureau voor ingehuurd worden. En zeker niet de passie die we hebben. Want we hebben met een groot team hebben wij de passie om in ieder geval echt iets te kunnen betekenen voor Nederland. Voor de opgaves waar wij dan aan mogen werken. Alleen wat blijkt vaak is dat maar heel beperkt is. Hè, wat je daar weinig aan kunt doen. Dus zo zijn wij, binnen ons kantoor zijn wij begonnen met een postfossiele atlas op te stellen. Moet ik even kijken of ik zo vooruit kan. En ik neem jullie even mee naar dat proces. Wij zijn in 2016 zijn wij begonnen met de postfossiele atlas. Ik ga dat zo toelichten. Het probleem was met plannen, zoals hier een plan staat, een ruimtelijk inpassingsplan. Dit gaat over een plan in Eindhoven, Helmond en Veghel. Een nieuwe rijksweg in te passen in het landschap, waarbij heel veel mooie natuurwaardes liggen. Een wateropgave ligt, ja, dan gaan we er met Rijkswaterstaat en met andere partijen gaan we maar een lijntje trekken. En dan mogen wij kijken of die daar dan binnen past. En als die niet goed past, past dan maar een boompje bij of zet er maar iets bij en gaan we met bewoners in overleg. Dat proces met die bewoners, die kunnen wij niet meer voeren, want ze zijn allemaal tegen en wij kunnen het nooit meer goed doen. Dus wij zijn heel erg op zoek naar dat dialoog met elkaar om te kijken van wat je dan moet doen. En wat ons opvalt heel erg, is dat er geen begrip meer is. We willen zorgen dat er begrip is, dat in ieder geval begrepen wordt waarom je iets doet. En ook het motiveren waarom je iets doet. Waarom je een weg aanlegt, of waarom je een industriepark aanlegt, of waarom je meer natuur gaat toevoegen. En het gaat over ruimtelijke kwaliteit. Landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, architecten, ecologen, verkeerskundigen, allemaal binnen mijn bureau een team die er hier aan werkt, ook met opdrachtgevers. En dan gaat het over ruimtelijke kwaliteit. En ruimtelijke kwaliteit wordt dan vaak gezien van is het mooi of is het lelijk? Dan is het meteen subjectief. Maar het gaat veel meer over de structuur. De structuur die in het land aanwezig is waar dingen zijn ontstaan. Hoe bomen groeien op de bodem. Maar tegelijkertijd ook hoe woningen al 100 jaar ergens in een omgeving staan. En waar met gelijksoortige materialen één nieuwe structuur vormen. Zo kun je ook naar het landschap kijken. Zowel buiten de bebouwde kom als binnen bebouwde kom. En dan gaat het veel meer over de ruimtelijke structuur en of er een bepaalde logica achter zit. En dat heeft ook een functie. En als je vanuit de functie gaat redeneren, dan kun je dat ook veel beter overbrengen naar bewoners toe of naar bestuurders toe. Die dan zeggen, ja, dit is goed voor het algemeen belang. En dat is vaak wat er ontbreekt. Dus wij proberen weg te komen van de vernislaag. Veel meer integraal te gaan werken. Niet alleen wij, maar met zoveel mogelijk partijen die opvatting hebben, die kennis hebben. Om samen dat begrip neer te leggen van wat er moet gaan gebeuren. Zo begint een postfossiele atlas. Ja, hoe komen we aan die naam postfossiele atlas? Ja, het is dus een nieuw tijdperk. We hebben gezegd van er is nu een nieuw tijdperk gestart. We moeten afstand gaan nemen van dat industriële gedoe, hè, de industriële revolutie. Die heeft ons namelijk heel veel gebracht. Hè. De mensen kunnen veel verder gaan reizen, hè. Nieuwe voertuigen. Onze actieradius wordt groter, onze hometown, die afstand wordt veel groter. En ja, dat zijn allemaal wel eigenschappen waardoor je verbondenheid met de bodem, met je gebied waar je bent geboren, waar je je vriend hebt, heel anders wordt. De mobiliteit is heel stuk groter geworden. Maar dat geldt ook voor het klimaat. Wij zijn huizen gaan bouwen, goed gaan isoleren, cv-ketels erin aan het zetten, dus wij beschermen ons tegen het klimaat. En wij kunnen gewoon lekker binnenleven terwijl het buiten heel koud is. Tegelijkertijd zie je nu ook, buiten wordt het steeds warmer, dus we gaan ook nog eens een keer airconditioner ophangen. Nou, deze discussie die speelt natuurlijk heel erg op dit moment ook, hè, van die airconditionings, ja, koelen is, heb ik altijd geleerd, veel duurder dan verwarmen.
Nou, wat is dan nog efficiënt? Wat moet je dan gaan doen? Dus wij zeggen eigenlijk, we moeten weg van het systeem dat we op zoek zijn naar de plek met de minste weerstand. Dus wij willen ergens een windturbine bouwen. En waar gaan we dan kijken met elkaar? Waar is de minste weerstand? Een dialoog kunnen voeren. En daar zetten wij dan een mooie windturbine neer. Dus daar moeten we van weg. Maar tegelijkertijd is er nog iets anders aan de hand. Wij zijn gewend om op een bepaalde manier te werken met elkaar. Om ervoor te zorgen dat de formules die wij in het verleden deden, om die maar door te blijven zetten. Omdat de manier waarop wij handelen gebaseerd is op hoe wij dat in het verleden deden. Daar moeten we misschien ook wel eens een keer goed over nadenken met elkaar hoe we dat kunnen gaan doen. Dus postfossiel, het tijdperk na de fossiele brandstoffen te gebruiken, een veel groter begrip. Het gaat dus niet alleen over de energie, het gaat echt over hoe je het land gebruikt en hoe je het inricht. En wat dan ook nog het geval is, dat we ook steeds op zoek zijn naar de marges. De ruimte is in het verleden altijd de marge geweest. Uitbreiden vanuit het centrum naar de periferie en verder. Zo zie je ook dat steden tegen elkaar aangroeien. Dat het beleid gewoon, zowel binnen als in het buitengebied, helemaal dicht komt te zitten en dan raakt alles op slot. Dat betekent dus dat die ruimte dat niet meer is, die ruimte is veel schaarser geworden, die kun je op die manier meer gaan inzetten. Nou, 2016 gestart, dus wij gingen kijken met ons gistsysteem naar Nederland. En verrommeling, versnippering, dat is een oud begrip, hè. Daar is al heel lang over gesproken. Zo ziet Nederland er dan eigenlijk uit, hè, van kleine brokjes, uitbouwen, neerzetten. En dan zie je dat in het oppervlak van Nederland, dat er in een dik 40 jaar, hebben wij geteld, 4,5 miljoen bouwvergunningen zijn verleend. Met ongeveer een oppervlak van 750 vierkante meter. Dat zijn dus heel erg veel. Daar hebben wij als bedrijf altijd heel goed aan kunnen verdienen. Maar we tellen ook steeds meer mensen die naar de steden trekken. Dus ook binnen Nederland is er al een trek vanuit de krimpgebieden naar de grote steden toe. We willen in de steden meer gaan bouwen. En je ziet dat de steden steeds voller raken. Dat is niet alleen in Nederland, dat is in de wereld al. Dat het merendeel van de mensen die woont sinds 2013 al in de stad. En de verwachting is zelfs voor 2050 dat meer dan de helft van de populatie wereldwijd in de steden gaat wonen. We hebben een raar land, een mooi land, een fantastisch land. 1/3 van het land ligt onder water. Dat zal jullie ook wel bekend zijn met alle keringen en dergelijke. En tegelijkertijd zie je dat ook 1/5 deel van het landoppervlak, dat is gewoon water. En we zijn het 15e dichtst bevolkt land van Nederland. En we zijn echt een netwerkstad. En wat je dan in zo'n netwerkstad ziet, dat als je het over mobiliteit hebt, dat de auto nog steeds dominant aan dat hele verhaal is. Die auto neemt heel veel plek in. 30% van het openbare ruimte in een stad is voor de auto. 30%. Dus onze missie begon, dus vanuit de verrommeling te kijken naar Nederland toe, van wat moeten we dan gaan doen? Als wij gaan ontwerpen, als we met jullie aan tafel zitten, als we met bewoners aan tafel zitten, dan willen we ruimtelijke ontwerpen aan elkaar koppelen en zorgen dat het samen een groot geheel wordt. Dat levert ook veel meer op, want je kunt dat ook veel beter motiveren om dingen zo zijn. Er is nog iets heel belangrijks, dat is de tweede voorwaarde eigenlijk. We moeten op basis van de bodem werken. De bodemgesteldheid is ontzettend bepalend in alles wat wij doen. Gaan wij weer opnieuw bouwen in veengebieden, in slappe gronden, dan komen we in problemen. We kunnen dat technisch aan, we slaan er van een paaltje bij. Het wordt dichter bevolkter. Tegelijkertijd werd ook al in 2016 gezegd, aangekondigd door het KNMI in destijds. Er gaat een westkap in Antarctica gaat nog even afsmelten. We weten niet wat daar de verwachtingen van zijn. Waarschijnlijk zal de zeespiegel gaan stijgen. Direct daarna kwamen ze met het bericht. Er zijn heel veel plannen gemaakt van collega-bureaus. Hoe gaat Nederland er dan uitzien? Die bodem is bepalend in alles wat we moeten gaan doen. Ja, en dan zie je vervolgens ook, bijvoorbeeld in zo'n tijd van corona, we staan stil met elkaar. We nemen geen keuzes meer. We wachten wel af. Iedereen gaat thuis werken. Dat is meteen het autoprobleem. Op de weg is dat opgelost. Dat is wel een heel raar verhaal natuurlijk, hè? Tegelijkertijd zie je stikstofproblematiek zich aandienen. Dat betekent ook dat alle ruimtelijke opgaven ook in één keer stil komen te liggen. Dan zijn we niet met de goede dingen bezig. Dus ik heb eigenlijk twee opties voor stilstand weergegeven. Twee verschillende verhalen als je naar stilstand kijkt. De enerzijds is dat Nederland gebaseerd is bij passend beleid. Dus niet het fingerend beleid toepassen in de gebieden. Want de ruimte is de schaarste, daar los je niks mee op.
Dus als je het over een toekomstige herinrichting hebt, dan is de vraag eigenlijk, wat draagt dan integraal bij? Dan kun je meerdere problemen in één keer tegelijk aanpassen, er zijn er ook andere oplossingen voor. Kiezen. Niet alles kan overal, hè. Johan Remkes, hebben jullie ook vaker van gehoord. En kunnen begrijpen wat de beste keuzes zijn. Als er begrip is waar je voor kunt kiezen, dan is er al een open houding en dan kun je met elkaar daarover een discussie. Als je niet iemand tegen die content bij je pakt, dan blijf je er altijd van weg. En dan gaat het allemaal over wel eens niet eens. Maar probeer nou met elkaar te snappen waarom je iets doet en wat dan de gevolgen zijn. Vergezichten maken voor 2050, 2100, om te snappen van welke impact dat heeft. En ga daarna met elkaar over discussie, of dat nou een werkelijkheid is, of dat er misschien andere voorwaarden zijn die dat vergezicht kunnen gaan veranderen. Maar in ieder geval beter maken en beter voorspelbaar met elkaar maken, omdat je daarmee ook een gezamenlijke doelstelling gaat formuleren. Je moet ook natuurlijk kijken wat de doelstellingen zijn op onderdeel. Hè? Dus op wat is het probleem, wat is op te lossen in 2050 voor het klimaat, hè? Over stikstof en dergelijke. Nou, wat betekent dan kiezen en samenwerken voor de transitie in Nederland? Dat is verhaal 1. En verhaal 2 is dat Nederland ook gebaat is met een hele goede infrastructuur. Ik wil niet zeggen dat we met de auto moeten gaan, maar dat wil wel zeggen dat we mobiel moeten blijven en liefst nog mobieler moeten worden, maar op een hele verantwoorde wijze. Mobiliteit speelt namelijk vanuit de economie, van verbroedering, van vrijheid, van allerlei andere zaken een hele belangrijke rol. En dus we moeten zorgen dat die mobiliteit in Nederland ook blijft, maar op een hele goede wijze ingevuld gaat worden. Nou, wat betekent dan duurzaam mobiel in Nederland? De atlas bestaat uit een aantal vergezichten en kaarten. Die kaarten die zijn gemaakt over elkaar, dus het zijn lagen die direct van invloed zijn op het geheel. En de aannames die wij gemaakt hebben, die zijn gebaseerd op Nederland in 2050. En we hebben vooral gekeken naar beleid in Nederland, wat al eerder gemaakt is, of studies die gemaakt zijn over 2050. Zodat wij het niet alleen bedacht hebben, maar zoveel mogelijk onderleggers gepakt hebben die anderen al bedacht hebben. Nou, we hebben daar de wateropgave gepakt. En dan zie je dat daar het leeuwendeel in ieder geval onder water komt te staan. Hè? Dus de rivieren, de verbindingen die er gemaakt zijn. Dus we laten dat water gewoon toe. Dat betekent ook dat er waterkeringen geplaatst moeten worden om die veiligheid te maken. Dit is een situatie met hoogwater. Natuurlijk merk je ook in de zomer dat er laagwater zal zijn. Dus dat verschuift natuurlijk ook nog. Maar dat betekent wel dat het gebieden zijn waar je dus niet meer kunt gaan bouwen. Niet meer gefundeerd kunt bouwen. Nou, dat geeft ook een ander voordeel. We hebben ook een natuurkaart gemaakt. Dat natuurnetwerk, dat kun je ook gaan herstellen. De verbindingszones die er zijn, de hoofdstructuren. Dus logisch om dat terug te brengen. En dan is brakwater een hele mooie mogelijkheid om in ieder geval ook ervoor te zorgen dat daar de natuur zich ook verder kan gaan ontwikkelen. Over water, maar ook tussen de stedelijke gebieden door zorgen voor goede nieuwe verbindingen. Zo mag ik even. U had het over 2050. Hè? Ja. En er staat 5 meter zeepzee. Ja, nou, dat is fijn dat je dat zegt. Dit is 2017, dus hebben we deze kaart gemaakt. En we hebben daarna ook nog met verschillende mensen gesproken, met Deltares. Het wordt anders, het wordt 80 centimeter, 1,20 meter. We hebben een nieuwe kaart gemaakt op 2,50 meter. Dat maakt nog niet zo'n heel groot verschil. Maar wat je wel ziet, dat aan deze kant, bij de rivieren, is onze conclusie dat het daar veel minder erg gaat worden. Maar er moet wel iets gaan gebeuren. Dus dit is inderdaad 5 meter. Misschien meer in iets een doemscenario, maar het geeft wel de structuur aan hoe je met die bodem zou kunnen omgaan. Dan gaan we naar het vervoer, de mobiliteit. Wij stellen voor om circuits te maken, openbare vervoerscircuits. Ons railnetwerk die zit helemaal dicht. Dat zijn allemaal endpoints, op- en neer reizen die gemaakt gaan worden. Heel efficiënt in Nederland, maar het kan nog efficiënter door loops te maken. Dus de metro in een grote stad die hebben vaak ook loops. Verschillende snelheden in. Dus je ziet hier dat er 2 loops gemaakt zijn, eentje over Zwolle terug naar Amsterdam en eentje aan de onderzijde, dus die lichte roze kleur, waarbij ook grote snelheden plaatsvinden, 450 km per uur. Dat betekent dus ook dat je vanuit Arnhem direct naar Schiphol kunt, 1-2 overstapplaatsen. In tegengestelde richting, dat zijn dan de lijntjes die geblokt wit zijn, in tegengestelde richting een andere snelheid, 250 km per uur, meerdere stops. En we maken ook nog gebruik van het bestaande spoor. Dat betekent dat je op een OV-niveau, op openbaar vervoersniveau, veel meer verschillende soorten
manieren van vervoer krijgt. Dus Nederland is veel beter bereikbaar. Daarnaast hebben we gezegd van ja, snelfietsroutes. Dat moet niet maar in één snelfietsroute worden van één stad naar de andere stad. Dat moet een netwerk worden. Maak dan een netwerk van 20, 25 kilometer uit elkaar gelegen. Dan krijg je ook allemaal nieuwe, kleine, even deze kant op, knooppuntjes. Waar met name boodschappen gedaan kunnen worden, uitwisselingen, scholen zijn, weet ik wat allemaal. En tegelijkertijd natuurlijk ook die uitwisseling met dat openbaar vervoerssysteem. Zo kun je volgens mij veel meer met elkaar gaan bereiken. Vervoer over water, cargo, de rail, nieuwe routes maken naar Gent, naar Basel, het Ruhrgebied, naar Berlijn en natuurlijk ook naar Hamburg. Strakke lijnen, goed doorzetten. De route naar Duitsland die is natuurlijk ook al daarin ontstaan, die wordt naar ons idee nog steeds niet goed optimaal gebruikt. Je ziet ook dat met name cargo over water ook weer een nieuwe mogelijkheid gaat worden als je bulk gaat verplaatsen. Waarom moet bulk dan nog over een weg heen? Je kunt water gaan inzetten om meer te gaan vervoeren. Tegelijkertijd staat op deze twee kaarten ook meteen deze spots. Dat zijn spots waarbij uitwisseling plaatsvindt, ook voor de landbouw. Dus veel meer geconcentreerde landbouwgebieden, waarbij een overslag plaatsvindt, water. Maar ook voor de landbouw, naar rail en verder door heel Nederland heen. Wonen. Als je veel water toelaat, dat betekent ook dat je veel minder vloer oppervlak hebt om woningen te gaan plaatsen. Nou ja, we hebben toen ook al gezien dat in 2050 de woonopgave 1,6 miljoen woningen zijn nodig. We lopen nog steeds achter. We proberen die 100.000 woningen per jaar wel te halen. Allemaal moeilijk, zeker nu ook in deze tijd. Maar op het moment dat je daar water toelaat, dan hebben wij ook eens even uitgeteld, dan heb je nog 1,4 miljoen woningen extra te plaatsen. Dus dat betekent dat je een opgave hebt van 3 miljoen woningen. Wij kijken nog steeds, of Nederland kijkt nog steeds, steden, de Randstad, die uitbreiden, het gaat gewoon niet meer. We vergeten soms wel eens dat ook die mobiliteit geregeld moet worden. Die auto moet er soms nog maar eens bij. En gelukkig zijn die parkeernormen die we ook naar beneden gelukkig bijgesteld. Er komen ook alternatieven. Maar waarom gaan wij niet bouwen op stabiele gronden? Dus wij stellen voor om een heel nieuw lint te maken aan de oost- en de zuidzijde. En met name de Randstad die er is, beter te beschermen, water toe te laten en ook te gaan verdichten. Dan kun je met het openbaar systeem kun je dat veel beter gaan inzetten. Nog even een kaart van die voedselproductie. Welke gronden kun je nou gaan gebruiken voor de akkerbouw en de veeteelt? Ook die overslagpunten zitten er weer in, is ook een studie naar gedaan. En je ziet ook namelijk bij de landbouw, we hebben voedselvisie geschreven onlangs met Pontelos in voor het MRE. De kleine of de korte kringloop en de lange kringloop. Wat moet je doen? Hoe ga je dat inzetten? En dat betekent ook dat je het soms efficiënter moet gaan maken. En je hebt ook natuurlijk gewoon veel meer ruimte nodig om veel meer op een natuurlijke wijze te kunnen gaan produceren. Wij denken dat daar een groot verschil in komt te zitten. Grote denken, kleine doen, dat is het motto van de Post-Fossiele Atlas. Die hebben wij niet zelf bedacht, maar wel geïnspireerd. Dat is een klein boekje geschreven door Herman Cenk Willink, met een hele grote boodschap. Het boekje heet Grote denken, kleine doen. Dat is voor ons precies de opgave hoe wij nou hiermee moeten omgaan. We kunnen wel mooie vergezichten met elkaar maken, maar we moeten het probleem oplossen. Dus we moeten vooral gaan kijken, er zijn zoveel lokale initiatieven. Wij hebben zoveel kleine opdrachten in ons bureau met allemaal kleine vragen die allemaal aan elkaar verbonden worden, die tot hele grote opgaves leiden. Dat ontstaat vanuit de lokale vraagstukken, zowel van overheden als van private partijen. Die krijgen we bijna niet meer gemotiveerd. Dus we hebben daar gewoon een goede basis voor nodig. Dat betekent ook dat je groter moet denken. Dus wat wij doen, is van 2050 kijken wat zijn er de hoofdopgaves. Dat vertalen naar de regio of naar de plek waar een initiatief ontstaat. En daaruit de elementen halen die nodig zijn om die transitie te kunnen motiveren. Dus veel verder doorkijken naar 2050 in plaats van naar het beleid wat wij nu met elkaar hebben vastgesteld. En wat vaak blijkt dat het gewoon niet meer passend is. We doen het op twee manieren. Dus de basis zit dan tussen het grote denken en het kleine doen, zit dan in een integrale opdracht op een regionaal schaalniveau. Daar begrijp je elkaar, daar kun je ook met elkaar een goede dialoog voeren. En daar heb je ook een monitor nodig en daar heb je ook een opdracht nodig in die regio. Bestuurlijke focus met name voor het vergezicht te maken. En in het midden een gebiedsmodel maken waarbij vooral een handelend perspectief wordt geraakt. Zodat je met elkaar kunt kijken van
als we moeten kiezen, wat wordt er dan gekozen en wat betekent dat voor een volgende ontwikkeling? Wij zijn ook bezig met een opdracht waarin we dat nou aan het testen zijn en aan het uitvoeren. Dat gaat eigenlijk heel erg goed. Hè. In september wordt daar ook bestuurlijk over besloten. Er zijn bestuurders ook bij betrokken geraakt, zowel van gemeentes, van waterschappen, maar ook van de provincie. Wij maken een dashboard aan de bovenkant in de top-down benadering. En aan de onderkant hebben we een motor gemaakt waarin we indicatoren bepaald hebben uit bestaand beleid, maar ook uit het vergezicht van die 2050. Wat moeten wij voor stikstof regelen? Wat is dan nog meer aan uitstoot mogelijk? Zo zijn er ook de gebieden, hè, voor de bodemdaling zijn ook een aantal voorwaarden voorgesteld. Die kun je allemaal als een indicator meenemen. Dan ga je naar een regio toe en in die regio ga je het gebied verdelen. In dit geval zijn dat 13 verschillende deelopdrachten geweest. En die deelopdrachten samen, vanuit de verschillende thema's, die thema's die zijn de kleuren, kun je dat weer terug gaan vertalen voor welke keuzes er gemaakt moeten worden. En zo kun je met elkaar aan de slag. En wij denken dus dat door die monitor en die opdrachten formuleren voor die regio, dat een hele goede opgave is om dat duurzaam, bestendig en vooral dat het begrepen wordt, hè, door iedereen die erbij betrokken is, van bestuurder tot bewoner, gewoon ook gedragen kan gaan worden. Het is heel belangrijk dat die bewoner ook dat zich eigen kan maken, want dan gaat hij er voor dat gebied zorgen. Een projectteam die met een ontwikkeling bezig is, die is op een gegeven moment klaar en weg. Die bewoner die blijft achter, die moet er trots op kunnen zijn en die moet snappen waarom die daar woont en zich daarmee eigen voelen. Dan gaat hij daarvoor zorgen en dan wordt het echt iets waard. Dan krijgt het betekenis. Dan even een voorbeeld hoe er dat dan ook uit kan gaan zien. Een vergezicht gemaakt, gebiedskarakteristiek genoemd, dus onderweg met indicatoren benoemen en kijken van wat het betekent. Krijgen we dan een kaart met een profiel erin van hoe je dat verder kunt gaan inrichten. Dit is even een voorbeeld. Ik hoop dat jullie herkennen dat ook een voorbeeld is waar energie en hoop uitstraalt. Want wij willen niet een doemscenario gaan brengen, want wij denken dat er echt gewoon de tijd is om met elkaar te gaan nadenken en te gaan ontwikkelen. Dat is ook de reden waarom wij gekeken hebben naar 2050 en niet naar morgen. Dus we moeten niet op slot gaan, we moeten niet stil gaan staan. Dus even terug naar het water, hè? Systeem en dan de veiligheid en kwaliteit. Dat is echt volgens mij ook jullie vakgebied. Maar wat wij ook gezien hebben, dat water ook echt een verbindend element is tussen die landbouw en tussen natuur. Als je natuur wil gaan plaatsen, de stikstofopgaves, de uitstoot bij de landbouw, de ruimte die de landbouwer krijgt, hè, dus de landbouwer uitkopen en wegjagen, of die landbouwer mee laten denken. Het zijn allemaal stellingen die nog verkend moeten worden, welke bijdragers er gezamenlijk geleverd zou kunnen gaan worden. Stabiliseren van de veengronden, de bodemdaling. En dan heb je ook, als je naar zo'n plaat kijkt, is dan die integrale kaart. En waar die 5 meter water toegelaten is. Ja, dan heb je het ook over het beheer van het water. Hè. Waar ga je dan waterkeringen maken? Hoe gaat er dat dan uitzien? Dat is jullie vakgebied. Ik heb ook met Deltaar gezien dat ze proberen verschillende mogelijkheden daarin te gaan benoemen. Scenario's te gaan noemen. En dan kun je vandaar ook verder kijken welke route gaan we samen bewandelen. Nou ja, ruimte maken voor water lost ook een aantal problemen op. Snap dat met elkaar ook. Hè? Dus daar kun je natuurlijk ook wat je voordeel uit doen. De essentie is wat ons betreft, maak dat vergezicht gezamenlijk. Dat moeten wij niet als adviesbureau doen, dat moeten we gezamenlijk gaan maken. Dit is een eerste stap daarin. En wij geloven er ook echt in dat je nu de tijd hebt. Je moet nu starten, maar je hebt ook de tijd. Tot 2050 moet je met elkaar aan de gang. En dat betekent dat je anderhalve generatie de tijd hebt. Ik heb een dochter van 16, die moet nog ooit een keer een huis gaan kopen. Die mag een keer bij mij het huis uit. Maar dat betekent ook dat zij een keuze gaat maken waar ze gaat wonen. Gaat ze die Randstad in? Gaat ze straks aan de andere kant van Nederland wonen, in het oostelijk deel? Waar ze in ieder geval veel meer stabiele gronden hebben en waar je veel meer perspectief van hebt kunnen hebben. Voorwaarde is, en daar wil ik graag dan mee afsluiten, is dat als je het over wonen hebt, dan heb je het ook direct over mobiliteit. Want je kunt wel woningen gaan plaatsen in het oosten, maar als je er niet komt, dan gaan mensen er ook niet naartoe. Dat betekent ook dat er voorzieningen moeten gaan komen. Op het moment dat je beweging kunt gaan maken, kun je ook ruimte maken. En zo kun je ook met de wateropgave aan de slag. Dus volgens mij is er nog heel veel met elkaar te doen. Zijn er voldoende mogelijkheden om met elkaar daar verder over na te denken. Dat wou ik jullie meegeven. Nou Bas, een echt mooi inspirerend verhaal moet ik zeggen. Ook met dat wat nou 2050 is of 2100. Ik weet niet precies welke termijn dat wordt. Is er iemand die een vraag heeft over Bas? Of die hier wil reageren op de visie van zijn postfossiele atlas?
Wie mag? Ga je even staan en je naam zeggen? Nee, ik ben vast. Ik wil in binnen bij ingaan. Ik heb eigenlijk de vraag van, je hebt een mooie visie, maar hoe krijgen we bijvoorbeeld andere dingen voor je fit mee? Want ik denk dat wij mensen altijd zijn het best wel over eens, maar ik heb toch het idee dat landelijke politiek mee denkt, dus hoe krijg je nu mee? De spijker op zijn kop, zou ik zeggen. Je hebt een hele goede en terechte opmerking. Wij hebben deze visie een aantal keren in de landen getoond. Dan bespreken we in de regio met mensen van dit moeten we gaan doen. En dan loop je tegen de politiek loop je aan. Die zijn heel erg terughoudend. En die zien elkaar als politieke partijen onderling. Welke standpunten gaan we innemen? Dat is een dialoog die zij zelf voeren. En dan, wat ik dan merk is dat ze echt de content missen. Er is nu iets aan de hand waardoor er urgentie ontstaat. Sorry. En dat betekent als er die urgentie is, dan moeten mensen ook gaan veranderen. En wij merken met name dat er bij de bestuurders, van gemeentes, van provincies, nu echt nagedacht wordt hoe ga ik dat doen. En de politiek, die stelt zich, of veel politieke partijen stellen zich kwetsbaar op, als je hen ook een perspectief geeft om daarmee verder te gaan. In het voorbeeld wat ik liet zien, hebben we met bestuurders aan tafel gezeten en ik heb hen gevraagd, zouden jullie je rol kunnen veranderen? En mijn projectleider zei van, die vraag gaan wij hier niet stellen. We hebben hem toch gesteld, ook in interviews, en, dus één op één. En er werd al aangegeven van, ja, daar ben ik wel toe bereid. Maar wat wordt mijn rol? Nou, ik ga hem zelf invullen. En dan zie je, als je de content erbij gaat pakken, dus als je de opgave erbij hebt en als het een gemeenschappelijke opgave wordt en hij wordt gemeenschappelijk erkend, dan krijg je het spel op de wagen. Dat is mijn overtuiging. En daar is wel een momentum voor nodig. Volgens mij is dat momentum er nu. Ja. En Jami? Ik ben nog Ilema Jami. Ik zie heel veel mooie presentaties trouwens. Heel veel mogelijkheden voor nieuwe dingen. Hè? Maar er is ook een heel groot deel. Volgens mij is dat vaak de kwetsbaarheid, of tenminste de moeilijkheid, is het weggeven van een deel van de handstap. Hè? We hebben het over miljarden. Ja. Begrijp het goed, want je hebt het heel veel over mogelijkheden en nieuwe dingen aan. Maar het is dus ook een stap maken naar. Volgens mij is dat de crux. Hè? Naar het oosten wordt heel vaak gezegd, maar wanneer? En wanneer is dat? Ja, dus de werkende baat, zeg maar. Je moet het initiatief nemen en je moet durven af te schrijven. Ja, dat is heel moeilijk. Ja, maar als je het hebt 5 meter, dan wordt het misschien realistisch. Hè? Ja. Nou, die 5 meter is niet realistisch, hoor. Nee. Maar die zien we nog niet in het horizon. Wij hebben het over 1 meter, 1,5 meter. Ik vraag me zo af, hè, want u heeft het over 2050. Dan spreken wij, minister, over een meter misschien max, hè. Ja. Zijn dit soort scenario's nog steeds nodig? Of hebben we inderdaad meer dan 21? Kijk, bij ons is deze vraag ontstaan doordat wij zo sectoraal aan het werk werden gezet, dat je niet meer samen aan het werk bent om de beste opgave te pakken. Wat we zien in welk scenario dan ook, we moeten keuzes gaan maken. Nederland zit nu zeg maar beleidsmatig gewoon op slot. Dus we moeten samen keuzes gaan maken. Dus dat mechanisme blijft volgens mij gewoon echt de regel nu om met elkaar te begrijpen van wat je moet doen. Of dat dit nou het scenario is van die 5 meter of het voor 80 centimeter, daar gaat het niet om. Het gaat er vooral om die studies, die deelstudies met elkaar door te akkeren en keuzes durven te maken. Okay. Daar zit hij. Twee vragen daar. Eerst Karsten. Hoi, Karsten de Bouw van Opa Rijnland en Hogeschool Rotterdam. Ook aansluitend op jouw vraag. Denk je dat nu toch wel totaalplaatje, zeg maar, of het beeld hoe dat in de toekomst zou moeten zijn? Maar denk je misschien dat met een paar tussenstappen, dat dan die stap van het deel opgeven van de Randstad, van hoe we dat nu kennen, naar het eindresultaat allemaal in het oosten wonen, denk je dat we dan zo meer mensen meekrijgen? Of meer beleidsmakers mee laten denken en meekrijgen in het verhaal? Denk je dat dat een oplossing zou zijn die het oplossen of op slot krijgen losmaken? Ja, ik denk dat je daar wel een gelijk in hebt. Hè? Kijk, we hebben dat vergezicht gemaakt om met elkaar deze discussie te voeren. Wordt het nou 50 centimeter of 5 meter? Wordt 50 centimeter. Natuurlijk ga je tussenstappen maken. Je gaat ook herijken van wat die doelstellingen zijn. Op het moment dat KNMI zegt, de zeespiegel gaat 5 meter omhoog, hè,
5-7 jaar geleden voor ons. Ja, dat blijkt dus niet zo te zijn. Dus je moet tussenstappen maken met elkaar, maar je moet wel met elkaar over één onderwerp hebben. Maar maken we een vergezicht voor 2050? Dit gaat hem nooit worden. Maar we hebben wel een gezamenlijke discussie van waar we naartoe zouden moeten gaan. En je kunt hem ook herijken, je kunt ook iets vastpakken. En je kunt zeggen van ja, dit werkt wel of dit werkt niet. Wat zetten we daarvoor terug? Wat plaatsen we terug in die kaart? En dan zijn dit precies de kleine stapjes waar jij het over hebt. En hoe groot zijn die stapjes dan? Kijk, wat ik ook, en nog even aansluiten op wat er eerder gezegd werd over de politiek. Kijk, politiek regeert 4 jaar en dan zijn ze weer weg. En wij zeggen 2050. We hebben een doorvertaler gemaakt van het project wat je net hebt gezien naar 2030. Toen was het ook tussenstappen in 2024, 2028. Ze moeten die materie doorgeven. Dat is een verantwoordelijkheid van de politiek. Dus niet 4 jaar. 4 jaar ben je actief binnen een bepaald programma. En dan maak je het automatisch tussenstapjes. Oké. Zullen we jou? Ja? Ja. Oké, maar Koopmans, agrarisch. Het is van de soort van vraag. De Waddeneilanden die staan nog steeds op deze kaart. Vanuit de problematiek gezien verwacht ik dat niet bij 5 meter 16 stijging. Nee. Is dat een bewuste keuze? Nee. Als je goed gekeken hebt, we hebben nog veel meer Waddeneilanden gemaakt. Ja, daar heb ik precies. Dus deze we hebben. Dus die hebben we gewoon gepakt, vergroot en voor de kust neergelegd. Als een bescherming waarvan wij dachten van dat kan wel iets opleveren. Ik weet het niet. Nee, geen idee. Maar misschien heb jij daar wel een beeld bij van nou die gaan niet meer bestaan. Ja, ze bestaan bij de gratie van het sediment volgens mij uit de Rijn. En die stroming die gaat veranderen op het moment dat die zeespiegel meters gaat stijgen. Dan zullen de Waddeneilanden, die zullen er wel anders uit gaan zien. Misschien wel er nog bij. Maar zou jij kunnen voorspellen van wat dat zou gaan betekenen en hoe het eruit gaat zien? Nee, ik ben geen morfoloog, maar ik weet dat morfologen daar hadden ze het over gezegd en daar. Ja, dat is interessant. Ja. Ik wil het. Is je super dringend de vraag? Nou, is het de vraag dat jij zegt van in jouw perspectief, die willen wij allemaal horen? Of zeg is kom maar op, ga maar staan en laat me zien dat dit de vraag is. Ik hoor je een prachtige presentatie, spectaculaire beelden. Ik dacht dat we over 2600 zouden te praten. En aan de ene kant hoor ik dat je bodem en water sturend wil maken. Hè? Ja. En aan de andere kant, hè, dat lijkt heel erg van pas je aan de natuur, pas je aan wat er ligt en wat je hebt. En aan de andere kant zie ik een hele dominante menselijke blik op deze kaart. Hier eilanden, hier gaat een hoge snelheidslijn doorheen. Hoe rijm je dat met elkaar? Nou, dat is de opgave, de integrale opgave. Het is heel moeilijk te rijmen. We zullen met beide moeten dealen. En wat wij in ieder geval hier doen, is die dingen op elkaar leggen. Ongeacht of dit de waarheid gaat worden, maar wij zien wel een aantal bewegingen. Wij verstellen dus bijvoorbeeld dat die auto zo dominant in het land is dat er iets voor terug moet komen. Vandaar dat we het hebben over de hele railsysteem, hè? Dus over openbaar vervoer. Dus dat zijn wel onderdelen die bepalend zijn voor de inrichting van het land. Dus we kunnen niet zeggen van nou, natuur wordt bepalend en de rest wordt volgend. Die hoop heb ik niet. Nee, klopt. En qua infrastructuur kan ik het helemaal begrijpen. Want ik ben ook groot voorstander van dat we daar anders moeten inrichten. Maar als je eigenlijk een volledige kust opspuit, dan snap ik eigenlijk niet waarom het rivierenland op moet geven. Ja. Nou, laten we zo concluderen. De vraag was inderdaad waard om gesteld te worden. Bedankt. Ontzettend bedankt. Graag gedaan. Super.